Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ben net wakker. Ik heb heerlijk geslapen in een nieuw bed. Ik heb een nieuw bed. Jullie gaan denken, hè? Maar heb je er niks over verteld? Het was een beetje last minute, snelle jelle. Heel onverwachts. Maar ik heb een nieuw bed. Hij is nog niet helemaal af. Dit is een opklapbed. Hij is nog niet helemaal af, want het achterschot moet er nog in. En hij moet nog aan de muur. En de veren moeten er nog in. Dat was gisteren nogal een ding. Maar ja. Ik lig nu in een nieuw bed. Ik ga het zo eens laten zien aan jullie. Maar ik ga eruit. Hoppakee. Ik heb goed geslapen. Het is trouwens mijn nieuwe ombouw van mijn bed. Ik heb goed geslapen. Alleen, tegenwoordig lig ik s'nachts op mijn verkeerde arm. En dat is niet zo fijn. Dus, ik ga even een broek en een trui aantrekken. En dan ga ik dit bed even een beetje opmaken. En naar beneden. En we gaan vandaag verder met de laatste paar dingen. En het wordt nog leuk, want mijn stoel past niet meer in mijn kamer. Die stoel wil ik daar in de hoek. Maar dat past niet. Dus dat wordt ook nog leuk. Dus waarschijnlijk ga ik vandaag ook nog voor een nieuwe stoel kijken. Ik ben benieuwd. Goed, en ik ben inmiddels klaar. Het bed staat. Ik ga het jullie zo laten zien. Ik wil trouwens nog wel even zeggen. Ik draag die blauwe band voor mijn arm. Om mijn arm heel soms nog. Vooral als ik naar werk moet alleen. Want ik krijg dus ontiegelijk veel last van mijn schouder hier. Omdat alles aan één kant hangt. Super irritant, maar het is niet anders. Ik kan mijn arm nog steeds niet omhoog doen. Ik kan dit wel, dus zeg maar de onderkant van mijn arm bewegen, maar mijn bovenarm kan ik niet dit doen. Dus dat is wel irritant. Maar ik draag hem nog wel gewoon als ik weg moet, zeg maar, naar werk of gewoon naar buiten of zo. Maar ik draag hem dus niet meer in huis, omdat ik er op zich wel goed op let. Maar goed, er moeten nog dingen opgeruimd worden, zo moet mijn kast nu nog opgeruimd worden, maar dat komt allemaal wel. Het bed staat in ieder geval. Het is alleen maar best wel echoig op de een of andere manier. Nu, omdat het bed alles ingeklapt. Maar het is een ruimte, jongens. Dit is dus het bed. En ik ga hem even uitklappen om het aan jullie te laten zien. Ik ga jullie eentje laten zakken. Kijk. Je klapt hem dus uit. Deze dus naar buiten uit. Shit, dat matras ligt hier. En dan laat je hem zakken. En dan is daar mijn bed. Blijft een ding, moet met twee handen, maar het gaat natuurlijk heel lastig voor mij. Maar dan is daar mijn bed. Alleen maar mijn matras moet even goed vastgezet worden. Want die gaat dus schuiven als ik hem inklap. Dat is een beetje vervelend. En ik moet een goede hoeslaken halen. Want ik heb dus een hoeslaken voor een bed van 1,40. Dus dat is een beetje een ding. Maar ik ga hem even inklappen. Dat is wat makkelijker voor mij. Blijft een ding hoor, jongens. Oh. Zeker niet met één hand. En dicht is die. Alleen mijn matras ligt er nu een beetje tussen. Daarvoor lijkt het alsof die een stukje open staat. Maar het zit. En dit gaat me veel pijn kosten aan mijn armen. Gelukkig doe ik dit maar 1 keer per dag. Of nou ja, 2 eigenlijk. Maar ik ga even naar beneden. Eten. En de reden dat ik zo niks ben aangekleed is omdat ik zo uitga, tenminste op date. We spreken elkaar bijna elke dag, maar we gaan nu elkaar een keertje echt zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even gauw eten en
mijn tanden poetsen, mijn haar, alles is al gedaan. En dan ga ik zo meteen, als het goed is, gaan naar Rotterdam. Daar een pakje halen. Weet het nog niet zeker, we gaan even kijken. Maar dat zijn allebei koffieleutjes. Dus een bakje koffie gaat er voor ons allebei wel in. Dus zo zeg ik zo gedaan. Maar ik ga even gaan mijn eten doen beneden. Goed, ik ben helemaal klaar. En ik ga vertrekken richting de date. We gaan naar Rotterdam. We zijn er eindelijk uit. We gaan naar Rotterdam, naar Beurs. En dan gaan we naar Starbucks even een kopje koffie drinken. En even een rondje door de stad. Zo denk ik. Maar ik heb er wel zin in. Ga ik hem eindelijk eens in het echt zien. Kijken of het nog net zo goed voelt als hoe het nu voelt. Ik ben heel benieuwd. Ik ga in ieder geval op pad nu. Ik heb mijn nieuwe Valentino tas bij. Deze heb ik bij in Antwerpen gekocht afgelopen week. Een nieuwe collectie van Valentino. Is echt leer. Super mooie tas. Dus ik ben helemaal blij. Maar we gaan vertrekken. Ik laat jullie weten hoe het was. Goed. Even de deur dicht. Ik ben thuis. Al een tijdje. Het was super leuk, jongens. Ik ben zo blij. Het was super gezellig. Het was leuk. Het klikte goed, ook in het echt. Hij heeft me thuis gebracht. Hij heeft zelf een rijbewijs, dat scheelt heel erg. Dus hij heeft me thuis gebracht. Het scheelt me weer een metroritje. En hij heeft hier zelfs koffie gedronken. En het beviel iedereen hier goed. Het beviel hem zelf heel erg goed. Hij zei zelf ook van, joh, het is sowieso voor herhaling vatbaar. Dit gaan we echt nog een keer doen. Dus top. Ik ben zo blij. Mijn gevoel is dus wel echt wel bevestigd. En dat vind ik heel tof. Ik ga niet te hard van stapel lopen. Er is nog verder niks. Maar het goede gevoel wat ik had, dat is wel bevestigd. Nu ik hem in het echt heb gezien. En dat is super tof. Ja. Het was super gezellig. Het was gewoon super gezellig. Ik ga er niks anders van maken. Er is ook niks anders van te maken. Ik ga me omkleden. En ik duik mijn bedje in, tenminste. Die gaan we uitklappen. Goedemorgen. Ik ben wakker. En het bed is inmiddels weer ingeklapt. Ik ben moe. Ik heb echt heel goed geslapen. Alleen voor mijn gevoel een beetje kort. Dat ik met wie ik aan het kletsen ben. De man in kwestie van gisteren. Elke dag. Ik let niet op mijn haar, dat wil nog niet helemaal zo feunen. Maar ik ben moe. Niet normaal. Ik heb wel heel veel energie. Oeps. Ik werd trouwens opgemaakt. Ik heb me terug ingeklapt. Even gespreid met de roomspray. Maar mijn koffie komt eraan. Dus dat is mooi. Heerlijk. Dus ja. Dus dat is top. In ieder geval is het tijd voor koffie. En een beetje wakker worden. Dit stopcontact maak ik herrie. Dat is heel irritant. Maar het maakt niet uit. Ik ga mijn air diffuser even aanzetten. Water is leeg. Dan ga ik vanmiddag al vullen. Ik ben even zin in. Ik ga in ieder geval eerst even een bakje doen. En daarna eigenlijk niet veel. Ik heb een Ogrosso. Ik heb mijn Lambronzo gemaakt. Oeps. Maar wat ik zeg. Ik ga dus even mijn ring omdoen. Dus. Deze doe ik niet om. Dat is een armbandje met elastiek. En een ring met mijn diamant. Daar ga ik aan blijven hangen bij mensen. Dat moet niet doen. Maar ik ga gewoon even lekker YouTube kijken. Koffietje drinken. Wakker worden. En genieten. Ik ga vanmiddag als ik klaar ben met werken. Ga ik kop me open halen. Dan ga ik even het bakje doen. En daarna ga ik met hem even naar Action. En ik moet brood halen. Maar ik wil dus nu. Het klinkt heel echoig hier nu. Dus ik wil een vloerkleed gaan halen, een grote. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik ben heel benieuwd. Goed, ik wil het vlog zo goed mogelijk toepakken. Dus ik ga koffie zetten.
Ik heb by the way nog steeds bij mijn arm. Ik ga zo de band weer omdoen, want ik ben eigenwijs. Zo eigenwijs dat ik zelf een kloot heb gehad van die date. Ik moet gewoon luisteren naar mezelf en dat doe ik niet. Dus ik vind het soms wel lastig. Ik wil gewoon normale dingen kunnen doen. Dat kan ik nog steeds niet. Dat is heel irritant. Maar goed. Het is nog steeds donker buiten. Ik laat mijn gordijn zo door voor moeder het vanmiddag alleen maar even open te doen. Dus dat vind ik helemaal prima. Anders kunnen jullie zo naar binnen kijken. Daar heb ik ook geen zin in. Ik ben trouwens bij de wel aangekleed. Ik heb een zwarte trui aan. Deze had ik gisteren trouwens ook aan. Onder dat blazertje. Ik heb een grijze broek aan. En mijn laarsjes. En dat is nog iets wat ik vanmiddag moet gaan opruimen. Maar daar heb ik nog geen zin in. Dus ondertussen ben ik tv aan het kijken. Lekker aan het genieten. Van alle ruimte hier moet ik dus zeggen. Ik ga dus vanmiddag een... hoe heet dat? Een kleed kopen. Ik wil eigenlijk dat hij langer is dan 2 meter. Ietsje. Maar ik kijk even hoe of wat. Dus ik heb de ruimte er nu voor. En ik wil het echt gewoon een beetje uit mijn kamer. Maar ook zeg maar sowieso een kleed helpt echt heel erg. Dus vandaar dat ik dat wil gaan halen vanmiddag. En ik heb nog iets van een heel klein bijzettafeltje halen. Dat ik dat hier voor me neer kan zetten. Er is in mijn kamer nu ook gewoon eigenlijk maar één zitplek. Dus ik wil iets van een poef en bijzettafeltje in één of zo. Dus ik moet even kijken hoe of wat dat. Maar dat is dat me voor vanmiddag. Ik ga even naar mijn werk. Even mijn haar doen. Naar mijn werk. Werken. Nou, niet veel werken eigenlijk. Er is niet zoveel te doen. Tenminste, ik kan weinig doen. Laat ik het zo zeggen. Dus ja. Het zei zo. En ik heb net even advies gevraagd. Want... ik ga trouwens de naam gewoon noemen. Hij heet Tom. Tom is al aan het werk. Ik heb even gevraagd of het heel koud is buiten. Want die staat dus nu buiten. En mocht het nou koud zijn buiten, dan trek ik mijn blauwe jas aan. Want ik heb geen zin om koud te leien. Dus dan kan ik een blauwe jas, gewoon een warme jas aan doen. Oh, even reageert, even lezen. Oh ja, by the way. Trouwens, het wordt een dikke jas, dus of mijn blauwe jas doe ik aan. Of mijn bruin, wit, grijs, holwollige vest. Want dat ding is echt bloedheet. Maar. Ik ga in plaats van weekvloggen de vlog wat opdelen qua week. Dus bijvoorbeeld nu heb ik 2 dagen gevlogd. Ik vlog vandaag nog gewoon lekker door. Morgen ga ik het dan editen, gooi ik hem online en zo. Misschien 2 à 3 vlogs in de week. Puur omdat ik mezelf een beetje grip wil geven richting Vlogmas. Het is natuurlijk minder dan een maand nu. Ik ben er helemaal klaar voor. Maar ik denk mijn vlog dingetje nog niet helemaal. Ik merk heel erg dat ik jullie gewoon laat staan, niks film en er niet eens erg in heb. Dus de camera gaat zelfs mee naar het werk. Ik ga jullie meenemen. Ik moet jullie meenemen. Ik moet er gewoon aan gaan wennen. Dus we gaan dat gewoon doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik drink mijn koffietje op. En dan ga ik jullie lekker meenemen naar werk. Dus ja. We gaan er aan beginnen, jongens. Ik heb er in ieder geval wel zin in. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik ga zo even dat ding met water vullen. Want ik kom even aanzetten als ik weg ben. Want dan kan het een beetje lekker gaan ruiken hier naar zo'n slaapgeur. Aangezien ik er toch bijna 24/7 in zit, is het wel fijn dat het even lekker ruikt. Dat ding heeft trouwens beneden gestaan. Maar is nu bij mij boven, omdat ze hebben zelf een nieuwe beneden. Dus dat is top. Dus cheers, ik ga snel beneden doen, want over 5 minuten moet ik al weg. Let's go. Pa is aan het uitgaan, dus dan ga ik mezelf.
dacht dat ik wat hoorde. Piep, oh, dat is buiten. Ik schrok me dood. Let's go. Ik heb niks nodig. Even een dagje zwaaien naar de camera. Soms kijk mijn moeder wel eens, soms niet, soms wel. Nou, let's go. Op naar het werk. Heb ik zin in? Nee. Maar we moeten wel. Ondertussen ben ik aan het luisteren naar Dear Evan Hansen. Ik heb trouwens een film gezien. Ik was eindelijk zo blij. Ik heb hem eergisteren of de dag daarvoor gezien. Crying. Dus dat is wel cool. Maar let's go. Op naar het werk. Het is koud, maar inderdaad, het valt mee. Tom had gelijk. As always. Let's go. Op naar het werk. Morning. Nou, inmiddels jongens, ben ik uit de metro. Sterren bestrookt, dus ik dacht ik ga daar niet filmen. Ik stap in, ik ga zitten, oortje in en gaan. Maar nog even lopen die kant op. En dan ben ik er. Het is echt fris hoor jongens. Het is niet lekker warm. Maar goed, we overleven het wel. Let's go. Goed, ik heb mezelf even gemute. Ik ben inmiddels weer thuis. En daar klimt er iemand in. Ik ben dus inmiddels weer thuis. Ik heb kleedjes gescoord. Een nieuw dekbed overtrek. Groen, super cute. En ik ben aan het bellen met Tom. Die is even druk bezig nu. En ik ben even aan het niksen. Dus ja, toen heb ik vanmiddag even aan mijn Lego gezeten. Ik wilde eigenlijk even gaan slapen, maar nu wil ik dat niet meer. Want ik zit met Tom te bellen. Dus komt goed. Ik ga zo wel even liggen, denk ik. Want het is gewoon lekker verder kletsen. Is wel gezellig. Dus helemaal leuk. Waarschijnlijk ga ik volgend weekend naar hem toe. Dus dat is wel spannend en leuk uiteraard. Ik ben niet weg. Ik ben er nog. Dus ja. Ik heb net lekker aan de koffie gezeten. Ik begin echt een beetje in te kakken nu. Komt ook door de pijnstilling. Dus maar goed, wat ik zei. Ik ga dus waarschijnlijk volgend weekend met Tom naar zijn ma toe. Is wel leuk. En misschien daarna nog uit met zijn vrienden. Maar dat weet ik nog niet zeker. Daar twijfel ik nog een klein beetje over. Omdat ik ken zijn vrienden verder niet. Dus ik weet niet of ik me daar zo comfy bij voel. Maar ja, ik ben benieuwd. We gaan het meemaken. In ieder geval hoor ik nu iemand kletsen in mijn oor. Maar ik ben een beetje moe. Dus ik ga zo even liggen. Weliswaar gewoon wakker blijven. Maar lekker mijn gemak houden.